is een beetje wennen om weer in Nederland te zijn. Maar het voelt goed om weer te kunnen trainen. En mijn conditie opbouwen richting wedstrijdritme. Het was eerst de afspraak dat ik een heel jaar bij Nottingham Forest zou spelen. Maar we hadden iets afgesproken dat als ik niet aan wedstrijden toe zou komen, dat ik na 6 maanden weer de optie zou krijgen om terug te komen naar Nederland of naar een ander land. En ik raakte geblesseerd in oktober. Dus sindsdien heb ik helemaal geen wedstrijden meer gespeeld, alleen in onder 21. Ik had nog steeds heel veel hamstringklachten. En ja, de fysio zei tegen mij dat ik toch maar naar een tandarts moest gaan, omdat het misschien aan mijn kiezen zou kunnen liggen. Ik heb dat allemaal geregeld, 4 afspraken gehad en nu voel ik me weer helemaal fit. Ja, het is een raar verhaal, maar het heeft wel met elkaar te maken. Ik voel me beter. Verspelen ben ik. Ik ben een typische nummer 8, denk ik. Goed aan de bal, goede passing, sterk in de duels. Natuurlijk heeft iedere speler verbeterpunten. Bij mij is dat coaching, meer de leiding nemen. Nog bepalender zijn op het veld. En ja, dat zijn gewoon dingen die ik moet verbeteren. De supporters worden hier blij van Tom Beugelsdijk. Hard werken, af en toe een KKA delen, tegenstander over de boarding trappen, de boel opzwepen. Schuilt er een beetje een Tom Beugelsdijk in jou? Buiten het veld ben ik een rustige jongen. In het veld soms ook, maar dat moet eruit. Want in het veld moet je gewoon oorlog maken met je tegenstander. Vind ik. En daar heb je geen rustige karakter bij nodig, denk ik. Misschien een korte cursus bij Beugelsdijk volgen? Misschien wel, ja.